Het samenwonen van de vrijwillige brandweer van Honselersdijk en de bedrijfsbrandweer van bloemenveiling Flora Holland bevalt goed. Maar als je denkt aan samenwonen, dan denk je toch snel aan alles samen delen. En dat is hier duidelijk niet het geval. We zijn nog steeds twee gescheiden organisaties. En het voordeel zit erin dat we de kantoorlocatie samen delen, de instructielokaal samen delen en de leefruimte zoals we die noemen. En dat is het dan ook. Maar waarom eigenlijk? Waarom delen jullie de pakken bijvoorbeeld niet? Een pak is volledig op maat gemaakt. Dat mag niet te groot, niet te klein zijn. Je moet je daar goed in kunnen bewegen. Iedereen heeft zijn eigen handschoenen, zijn eigen spullen en is gewend aan in welke zak, welk gereedschap, waar zitten de handschoenen en de beschermingsmiddelen. Delen van auto's zou toch niet zo'n probleem zijn? Die zijn toch allemaal hetzelfde? Voertuigen zijn over het algemeen standaard uitgerust. Het bijzondere is dat we nu samen met de bedrijfsbrandweer Flora Holland zijn. En die heeft een zwaardere auto om meer water te kunnen verpompen vanwege de grootte van het object. Je ziet hier nog een voertuig staan van de Flora Holland. De SIF, zoals die genoemd wordt. Snel inzetbaar voertuig. En deze is speciaal verlaagd gebouwd om binnen in het gebouw zoveel mogelijk locaties te kunnen bereiken. Oké, geen werkkleding en auto's. Dus dan naar de dingen die beide korpsen delen. We zijn hier in het leefgedeelte waar we de tijd delen na oefening of tijdens piketten. De nieuwe instructieruimte, ook veel groter als wat we op de oude kazerne hadden. En er zijn meer voordelen. We hebben nu veel meer ruimte. De oude kazerne was erg klein en eigenlijk gericht op 15 personen, 15 vrijwilligers. En nu hebben we al uitgebreid naar 25 personen. Er kunnen dus meer mensen aan de slag als vrijwilliger bij de brandweer. Die willen zich graag gaan werven bij buurman Flora Holland, zodat er bij incidenten snel mensen op de kazerne zijn.